Er is een groeiende bedreiging voor de landbouw, die we allemaal kennen. Maar het probleem is dat velen onder ons deze bedreiging niet ernstig nemen. En dat is nodig, voor de situatie nog verergert. Want door jaar na jaar herbiciden met dezelfde werkingswijze te gebruiken en tegelijkertijd gewasrotatie en teeltmethodes te beperken, negeren we het probleem alleen maar. Hoe langer we deze bedreiging negeren, hoe groter ze wordt. Tot we alleen nog maar kunnen toekijken hoe ze hele velden overneemt en geen enkel gewas nog kan groeien of overleven. Deze bedreiging noemen we resistentie. Een monster dat ligt te wachten op onze velden en zich verschuilt tussen het onkruid te midden van onze gewassen. Erger nog, het onkruid geeft zijn resistentie door aan toekomstige generaties. Bij tal van belangrijke onkruiden neemt ernstige resistentie tegen herbiciden toe, met almaar meer verontrustende gevolgen voor ons allemaal. En doordat het aantal doeltreffende herbiciden afneemt, staan landbouwers zware financiële verliezen te wachten. Vooral omdat er op korte termijn geen nieuwe herbicide werkingswijze beschikbaar zal zijn. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Wanneer we resistent onkruid niet langer kunnen bestrijden, concurreren ze nog sterker met de gewassen. Met als gevolg een gestage daling van de opbrengst en de rentabiliteit. Maar er is een manier om dit te voorkomen. Dankzij uw landbouwkundige kennis en ervaring, in combinatie met onze technologie en ondersteuning, kunnen we resistentie samen doeltreffend aanpakken. En wat is het beste wapen om onkruidresistentie te bestrijden? Diversiteit. Diversiteit is de toekomst. Het Bayer-initiatief tegen onkruidresistentie. Diversiteit in teeltmethodes, diversiteit in gewasrotatie en diversiteit in het gebruik van herbiciden. Deze drieledige benadering noemen we geïntegreerde onkruidbestrijding. Ontdek op onze platforms wat dit concreet betekent. Samen bouwen we hiermee aan de toekomst van de graanteelt. Welkom.